dames en heren, goedemiddag. Welkom op deze zonnige dag en deze unieke locatie. Meestal zitten we binnen, maar ja, vandaag 28 graden. Ja, dus het was een geweldige gelegenheid om het weer een keer zo te doen. En het is ondanks het warme weer toch nog gezellig druk geworden. Dus ook de mensen allemaal welkom. Wat hebben we vandaag op het programma staan? Het is warm, hè? Dus het is bier weer, dorstig weer. Dus we gaan het over bier hebben straks. Mannen van Mannenpap, dat is een Nijmeegse brouwerij, die komen vertellen wat voor brouwseltje ze hebben bedacht. Nicky Zijp, dat is iemand die helemaal geen bier lust, maar organiseert wel het bierfestival dat volgende maand hier in Boksmeer is gehouden. Daar gaat ze over vertellen. Dus neem maar een slok witte wijn, zie ik om een beetje... Oh, toch wel een bier. Heel goed. Ja. We hebben ook serieuze onderwerpen. Twee dames van Pink Mama zijn hier. Die gaan vertellen over wat Pink Mama is. Door vrouwen en voor vrouwen met borstkanker. Ineke Krajo zit hier vooraan. Welkom. Die is bezig met een heel bijzonder boekwerkproject. Eigenlijk is het af, hè, want vanaf morgen is het te koop. Gaan we het ook over hebben. We hebben het duo Confetti, die heel toepasselijk dit jaar een nieuw nummer heeft geschreven, getiteld Zomer. Dus ja, wat wil je nog meer? Daar gaan ze over vertellen en ze gaan het laten horen. En we sluiten zoals de afgelopen maanden gebruikelijk af met de naakte waarheid. De drie jongens die het voor elkaar hebben gekregen om naar de finale van de Roos van Nijmegen te komen. Ze gaan straks uitleggen hoe ze dat geflikt hebben. En we beginnen met Giovanni Verloon en Koen Gerritsen. Jullie zijn van Op de Toffel. Welkom, heren. Dank u. Hallo. Op de Toffel bestaat 25 jaar. Even belangrijk doen. Dus dit is Nico, dames en heren, zorgt voor de techniek. Applausje voor Nico. Op de Toffel, wat is Op de Toffel voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben? Een muziekfestival in Vierlingsbeek. Jullie weten er alles van. En er is een dik boek over geschreven. Heel veel mooie foto's, veel tekst. Zaterdag 23 juni op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Voor de eerste keer op een zaterdagavond, heb ik me laten vertellen. Ja. Waarom op zaterdag? Nou, het lijkt ons een goede zet om eens een keer te experimenteren met nieuwe datum, nieuwe dag. En de zondag, we merkten toch dat bezoekers wat vroeger naar huis gingen. Ja. En we hopen dat dat op zaterdag niet is. Zondag is iedereen vrij. Dus, ja, maandag moet iedereen werken. Ja, precies. En op zondag kunnen ze ook met een kater een beetje bijkomen. Precies. Ja. Kunnen ze ook allemaal helpen. Ja, ik zeg het maar gewoon, waar het over gaat. We hebben ook water. Jullie hebben ook water, ja. Nou, vooral als het zo warm is, dan zal het water vooral gebruikt worden om te sproeien, neem ik aan. Ja. Jullie hebben een boek geschreven, 25 jaar op de Toffel. Anderhalf jaar aangewerkt, 228 pagina's, 8000 foto's, zeg ik dat goed? Ja. Niet allemaal nee, in het boek, er staan er 500. Uiteindelijk zijn er 500 in het boek komen staan. Maar er waren inderdaad 8000. En ik denk een kwart daarvan was nog analoog. Dus ook nog gedigitaliseerd van tevoren. Ja, ja. Maar goed. Wel een collectors item zou ik bijna zeggen. Voor de echte Op de Toffel liefhebbers. Er zijn er maar 300 van gemaakt. Dus het is een collectors item. En hoeveel zijn er nog te koop? Nog 200... In. Nee, er zijn er ongeveer 100 verkocht. Ongeveer 100 verkocht. En wat kosten ze? €35. En waar kunnen ze ze krijgen? Online op www.opdetoffel.nl en bij de Plus, de supermarkt Plus voor Beten in Vierlingsbeek. Oké, dus als dit afgelopen is, morgen allemaal naar Vierlingsbeek. Ja. Misschien aardig om te vertellen, Giovanni. Op de Toffel, waarom heet het Op de Toffel? Lijkt me niet echt een gebruikelijke naam voor een muziekfestival. Inmiddels in Vierlingsbeek wel, maar we zijn begonnen 26 jaar geleden een beetje te denken over festival. We hadden Griefus in Vierlingsbeek, een jongerencentrum waar bandjes optraden. En ooit, en dat in het boek staat dat het in najaar 1987 was, speelde Rowan Heijzen daar en toen werd de entreetafel... die in de gang stond, waar de entree geheven wordt, die werd als een soort van catwalk aan voor het podium geschoven. En daar werd Chapoels en de zijnen werden uitgedaagd om erop te komen staan. Wie is Jacques Poels? Oh, sorry, de, de,
het opperhoofd van Rowenhezen. Okay. En we werden uitgedaagd om daar op die catwalk te komen staan. En dat ging dan onder de jaal op de toffel. En dat werd een begrip in Griefus. Letterlijk op de tafel, op de tafel dus, muziek maken. Ja. Ja, en die tafels die hielden het? Die tafel hield het wel, ja. Ja, maar ik neem aan dat die tafel niet meer gebruikt wordt. Het is wat groter geworden. Het allereerste jaar heeft Wim Geurtsen, timmerman in Vierlingsbeek, die had een tafel in elkaar getimmerd. En die heeft het één optreden gehouden. En bij de bindtanks lag het podium. Ja, dat is wel wat vaker met spulletjes van Wim. Maar toen lag het, toen lag het in elkaar. Ja, Wim is er niet bij, denk ik. Nee, dat hoop ik. Dan kan hij het wel. Ja, maar goed, jullie begonnen natuurlijk klein. En inmiddels is het een gigantisch festival geworden, toch, Koen? Ja, het is een prima groot festival. Ja, hoeveel mensen komen er zo, een beetje? Laten we zeggen tussen de 3 en 5.000 man. Tussen de 3 en de 5.000 mensen? Ja. Allemaal op het Vrijthof in Vierlingsbeek? Past dat? En het plein daarachter en het Koningskerkje in de Spoorstraat. Oké, jullie hebben meerdere podia waar een beetje af wordt gewisseld. Ja, precies. Ja, precies. 25 jaar, je hebt heel veel muziekfestivals die komen en na een paar jaar verdwijnen ze ook weer. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om het zo lang vol te houden? Ik denk door in eerste instantie gratis te blijven. Laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en ook zo te programmeren dat het ook voor iedereen toegankelijk is. En dat iedereen een beetje aan zijn trekken komt wat de muziek betreft. Ja. Gratis, bands die zijn natuurlijk hartstikke duur. Ja, die krijg je niet voor en hoe betalen jullie ze dan van het bier dat verkocht wordt? Onder andere en sponsoring. Sponsoring. Ja. Ja. We hebben gelukkig heel veel sponsors die ons steunen. En we hebben Bloemkes. Bloemkes, dat zijn, ja, op de toffel hoort een Bloemkes, zeggen we altijd. Bloemkes zijn particuliere sponsoren die ons jaarlijks een bedrag sponsoren. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, en die mogen ook allemaal gratis komen. Ja, als het gratis toegankelijk is, mag iedereen gratis komen. Ja, ja, zoals u meegenomen hebt. Ik heb even geteld, 19 acts straks, ja. Toch? Dat is veel. Dat klopt. Maar dat betekent ook dat er heel veel afwisseling is en dat er voor elk wat wils is. Ja. En ja, kijk, en dat is een beetje de tegenwoordige tijd. Zap-festivals, zappen met de televisie, gebeurt natuurlijk ook op heel veel grote festivals. Mensen zijn snel, hoe zeg je dat, bevredigd? Nee. Ik snap wat je bedoelt. Die zijn snel beu misschien. Dus enige afwisseling is dan welkom. Ja, dus één avond met een lang optreden, dat past niet meer. Nee. 19 acts en dan heb ik gezien dat de confetti ontbreekt nog en de naakte waarheid ontbreekt nog. Dus we kunnen straks nog even onderhandelen. Ik weet het niet. Nou, we hebben altijd een wedstrijdje voor regionaal talent. Dus ja. Ze kunnen zich volgend jaar inschrijven. Nou ja, bij deze zou ik zeggen. Ja. De bands, hè, waar halen jullie vandaan? Ik heb eventjes op de site gekeken naar de historie. Ik kwam de Heideroosjes tegen in 1994. Ik kwam Van Dikhout tegen in 1995. Ik kwam Cresup tegen in 2000. Dat zijn toch geen kleine namen die naar een klein festival komen? Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Hoe doe je dat dan? Hoe krijg je ze dan wel? Boeken voordat ze eigenlijk bekend worden. Ja, maar je weet niet of ze bekend worden. Nee, dat blijft altijd een gok. Proberen toch een klein beetje in te zien. Proberen glazen bol te kijken. Wat gaat het worden? Ja, soms gaat dat goed. Soms gaat het ook mis. Nee. Waar haal je ze dan vandaan, die bands? Loop je zelf allerlei festivals af of melden ze zich bij jullie? Voor de tijd van internet was dat wel een klein beetje aan de orde. Maar sinds internet hoef je niet echt de duur meer uit natuurlijk. Alhoewel je de live ervaring wel het beste kunt zien als je de band ziet spelen. Maar ook daar heb je via internet natuurlijk wel wat middelen voor. Ja, ja. Je hoeft er niet meer per se naartoe. Wel, dat is jammer natuurlijk. Ja. Klopt. Als je festivals houdt, dan ga je niet achter je computer zitten. Koen komt ook nog wel ergens. Dus het is niet zo dat we de hele dag thuis zitten. Nee. Kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Wat is dit jaar de hoofdact? Of hebben jullie niet echt een hoofdact?
Nee, we vinden, alle acts zijn eigenlijk wel goed en echte headliner. Misschien wel een band die wat groter gaat worden of bekender is, maar echt headliners vinden we een beetje een vreemde benaming. Wat is een grote act? Misschien Wolf zal wel wat meer mensen trekken. Maar ook Clean Pete hier uit de regio, die spelen ook weer. En die zullen denk ik hier uit de regio heel veel mensen trekken. De afterparties uit Noord-Limburg komen die oorspronkelijk. Ja. Daar zal ook wel wat op afkomen. Ja, ja, want is het in dat geval goed voor jullie om mensen een beetje uit de eigen regio, de bands uit de eigen regio te halen? Die hun eigen publiek meebrengen? Als ze goed zijn, dan wel. Ja, ja. Dat is wel een voorwaarde. Ja. Ja, oké. Okay, dus ik zal tegen de jongens van de Naakte Waarheid zeggen dat ze zo hun best even moeten doen. Dat sowieso. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, zaterdag 23 juni, hoe laat begint het? 3:00. 3:00 middags tot 3:00 s'nachts? Precies, tot 1:15, tot 1:00 s'nachts. Tot 1:00 s'nachts, officieel. Ja. 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 Ja, langer mag niet van meneer Versoest. Ja, denk je dat hij komt kijken dan? Ja, nou, dat is wel waar. Van Soest en Willy Hendricks, die zijn zelfs allebei Blumke. Dus die zijn wel supporter van Op de Toffel. Ja, oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt dat jullie hier waren. Heel veel succes over 2 maanden is het, hè? Ja, ja. Goed zo. Tot ziens. Dank je wel. Giovanni. Dank. Oké, okay, Op de Toffel uit Vierlingsbeek. En we blijven even in Vierlingsbeek, want we gaan naar de dames van Pink Mama. Marion Reeves, Fabienne van Wely. Moet ik Reeves zeggen of Reeves? Reeves. Reeves gewoon, hè? Ja, Vierlingsbeek, ga je niet Reeves zeggen. Maar wij willen graag nog even iets doen. Oh jee. Want in het kader van het Bekse Blumke, wij willen als Pink Mama, want we hebben gehoord dat je jarig bent. Ja. Dus wij willen jou een Pink Mama bloemetje geven. Dankjewel. Heel mooi. Dankjewel. Ga zitten. Ja, dankjewel. Ik was hier al een beetje bang voor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je zag de bloem dat het ergens een keer mis zou gaan vandaag. dames, welkom. Serieus onderwerp. Ja. Ja. Pink Mama uit Vierlingsbeek. Jullie zijn een klein jaar geleden begonnen. Ja. Jij bent begonnen samen met Marlies Verstappen. Marlies is er niet bij. Nee, maar anders als wat in de krant stond. Marlies is eigenlijk nog voor wat ze onder de leden heeft. Eigenlijk nog best goed bij lijven. Alleen, zij moet wel keuzes gaan maken. Ja. En de eerste keuze ligt natuurlijk bij haar gezin. Ja. En daarom is ze er nu niet bij. Ja, precies. Goed, we hebben het over borstkanker, hè? Ja. Jij hebt borstkanker? Ja. Jij niet? Nee. Nee. Mooi, hou zo. Ja. staat op jullie site in ieder geval, krachtige vrouwen met een missie. Ja. Wat is jullie missie? Nou, aan onze missie ging natuurlijk wel wat vooraf. Ik ben in oktober 2015 gediagnosticeerd met borstkanker. En ik ben meteen een blog gaan schrijven. En precies over hoe het was. En Marlies was een vrouw uit ons dorp. Maar ik kende ze helemaal niet, want ze heeft een hele andere. Ze zou in theorie bijna mijn dochter kunnen zijn. Ja. En zij schreef mij een kaartje van: ik ken jou niet, jij kent mij niet, maar ik lees je blog. En jij schrijft dat zoals het is en zoals ik het voel. En zo zijn we langzaam in contact gekomen en we hebben een behoorlijk traject samen doorgemaakt en wij spreken eigenlijk dezelfde taal. Ja. Totdat zij de diagnose kreeg dat ze uitgezaaide borstkanker had. En dan houdt het eigenlijk op. Dan weet je gewoon dat je leven eindigt. Ja. En zij had ook nog te horen gekregen dat het heel snel zou eindigen. Want zij is pas 35, zeg je dat goed? Nee, zij is 36. 36, ja, dat is al heel erg jong ook, hè? Is echt enorm jong. Ja. 1 op de 7 vrouwen krijgen borstkanker. Alleen zo jong als Marlies, dat is wel uitzonderlijk. Ja. En toen zij dus gediagnosticeerd werd, werd ik ook geconfronteerd in mijn blog die ik schreef over de wanhoop die ik voelde.
kwam ik in contact met haar vriendinnen en ik merkte de wanhoop bij de vriendinnengroep. Ze wist eigenlijk niet meer wat we moesten doen. Of wat ze moesten doen. Ja. En toen belde Marlies op 24 mei vorig jaar. En toen zei ze van, ik wil eigenlijk graag nog iets zinnigs doen voor alle andere vrouwen met borstkanker. Zullen we een Pink Ribbon loop gaan doen? Ja, Pink Ribbon, dat is eigenlijk de grote organisatie als het gaat over borstkanker, hè? Enorm belangrijk dat ze er zijn, want die zorgen voor de onderzoeken. En Marlies zit in een onderzoekstraject, dus wij vinden dat heel belangrijk. Maar als je mij iets vraagt, dan gaan mijn hersencelletjes ratelen. En dan denk ik altijd, wat kunnen we ervan maken? En ik dacht aan haar vriendinnen en ik dacht van een nalatenschap voor haar en misschien ook voor mij. En toen heb ik tegen Marlies gezegd van, ik ga mijn vriendinnen vragen. Dat is Fabienne van Weli en Marel Lemmens. Michiel, sorry. Wij hebben een behoorlijk netwerk en we gaan eens even samen denken wat we gaan doen. Ja. Dus het verhaal werd anders. En daar is Pink Mama uit. Ja, dan ga je denken van, wat moeten we doen? En toen zei ik van, nou, wij als ervaringsdeskundigen kunnen denk ik wel op het gebied van wat wij gemist hebben in onze behandeling. Moeten we eigenlijk misschien iets doen op lotgenotenniveau. Ja. En toen heb ik mensen bijgezocht. En er is een logo gemaakt door Janneke van Jip. En ik heb Cybox heel brutaal gevraagd, willen jullie onze website maken? Want ik wist wel dat dat heel belangrijk voor ons zou zijn. Ja. En ik kwam bij Ron Baumler vanwege het centrummanagement en die zei van, wow. En van het Grafisch Huis. En die ging ons meteen omarmen. En die ging daar zijn tijd en energie en geld in stoppen. Ja, toen werd het ineens heel groot. En toen werd het ineens heel groot. En toen hebben wij 14 juni onze eerste vergadering gehad met mijn vriendinnen en Marlies' vriendinnen. En toen... Fabienne, want wat is jouw rol hierin? Nou ja, ten eerste waren we natuurlijk wel heel erg vereerd dat Marelle en ik als vriendin gevraagd werden om in een stichting plaats te gaan nemen. En datzelfde heeft Marlies ook gedaan met ook twee vriendinnen, Saskia en Rianne. En daar is Janneke bij toegevoegd en we zijn bij elkaar geplaatst, zeg maar. En werden dus ook geconfronteerd met ziek zijn van Marlies en de vriendinnen van Marlies met ziek zijn van Marion. Ja. En ze gaven heel duidelijk aan, ze wilden wat doen, wisten niet wat, maar toch iets op sociaal vlak, in de praktische vorm. Ze zijn wat gaan brainstormen en uiteindelijk is daar Pink Mama uit voortgekomen. En ja, het is zeker serieus een stichting die ons zeer aan het hart gaat. Je wordt er echt mee geconfronteerd. Ik mag tot nu toe van geluk spreken dat ik gezond mag zijn. Maar het is zeker niet vanzelfsprekend. En dat is ook wat we iedere keer weer mee geconfronteerd worden als wij met elkaar vergaderen. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik gevraagd ben. En ik ben ook zeer vereerd dat ik in de stichting zit. Ja. Maar zonder hun hadden we het niet gered. Nee. Want het is zo gespitst op de patiënt. Alleen, daar zit nog een heel netwerk omheen. En ik zeg iedere keer, laat ik het een beetje beeldend uitbeelden. Je zit in die achtbaan en voorop zitten die artsen met een hele behandelend team. En die hebben echt, de zorg in Nederland is echt daar goed om. Maar die donderen van die achtbaan af en dan zit jij achter. Maar er komt nog echt heel veel achter. Er komen jouw zonen achter, er komen jouw mannen achter, er komen de vriendinnen achter. En je bent eigenlijk de regie, stuur en rem kwijt. Ja. En dan komt het punt waar mensen iets aan jullie kunnen hebben. Ja. Want jullie hebben allerlei tips, heb ik begrepen, hè, waarin je mensen kunt helpen, een beetje kunt begeleiden. Zo van, ik heb er een paar opgeschreven en die moeten we gewoon maar even langslopen. Dan kunnen we een beetje een idee krijgen van, er staat hier, jij bepaalt de route en de snelheid en wie jou hierin begeleidt. Ja. Leg uit. Maakt me niet uit wie. En ja, Marion is helaas de ervaringsdeskundige, dus die zal het even uitleggen. Oké, nou, Marion. Als jij borstkanker krijgt en je krijgt van je huisarts te horen, of in ieder geval het gaat meestal via de huisartsen, en dan ga je uitzoeken naar welk ziekenhuis gaat. Nou, met alle respect, de meeste ziekenhuizen hebben een Pink Ribbon, of een Pink Ribbon logo. Ja, maar je gaat als patiënt niet opzoeken van waar
vind ik dat... Dus je gaat naar het ziekenhuis en daar begint het. Dan gaan ze tegen je zeggen van, je tumor is zo groot en dit is het traject en daar gaan we ook allemaal niet over. Maar je krijgt ook boekjes mee over, je moet een pruik of je gaat een chemo en je gaat je haren verliezen. En daar is het jouw eigen stuk. Eigenlijk ze zeggen ze van, je moet dit en je moet dat en er gebeurt zo en er gebeurt zo en je bent je regie kwijt. Ja, een moeten is het natuurlijk niet, want je bent altijd als patiënt ook in het ziekenhuis. Ja. Ik vind het heel belangrijk wat je zegt. Alleen die pruik, dan denk je, ik moet een pruik. Je gaat naar die pruiken, mevrouw, zo noem ik het dan. En je krijgt alle pruiken. Maar je hebt helemaal niet goed over nagedacht. Wie ben je? Wat wil je eigenlijk? Hoe voelt een pruik? Ja. Ook al laat je jou dat voelen. En je hebt geen haast, want het duurt pas na het komt pas na de tweede chemo. Dus je hebt gewoon de tijd. Ga eens nadenken, wil ik wel een pruik? Ja. Hoe zit een pruik? Maar dat is ook later met de borstamputatie, dat had ik. Hoe, ik moet protheses hebben, want je kunt niet zonder protheses lopen. Ik ben daarna zonder protheses de openbaarheid ingegaan. Ik had helemaal al die dingen niet over na hoeven te denken, want... Dat ging gewoon vanzelf. Mensen keken helemaal niet raar op dat ik plat was en geen protheses in had. En maar die pruik had je ook niet nodig, achteraf gezien. Nee, die pruik, dat is heel mooi van Fabienne. Want wij werken hier samen in het centrum en zaten we bij Ries. En die pruik, die was zo warm. En Fabienne zegt, en ik noemde die een cavia, heel oneerbiedig, maar zo voelde het. En zegt Fabienne, gooi alsjeblieft die cavia af. Ik zeg, ja, maar we zitten hier in het openbaar. En zegt ze, wat maakt dat nou uit? Dus ik heb die pruik afgegooid. En niemand keek raar. Nee, hij lag midden op de tafel. Was wel een beetje apart. Ja. De mensen keken wel een beetje raar. Maar ja, hebben we maar niet gezegd. Maar de cavia lag midden op de tafel. Maar ze kon zichzelf zijn. En dat is echt wel heel belangrijk. Dus je kunt daar ook keuzes in maken. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Blijf altijd open en eerlijk. Staat er op de site bij jullie. Ja. Belangrijk? Altijd. Ja. Ja. Voor jezelf, maar ook voor de nabestaanden. De mensen om je heen. Blijf altijd open en eerlijk. Ja. Het woord zegt het al. Zeg wat je voelt, zeg wat je denkt. Voelt, wat je denkt. Ja. Ook al is het al niet altijd even leuk, maar zeg het alsjeblieft. We komen ook wel eens dingen tegen. Ik heb het proces van Marion natuurlijk van dichtbij meegemaakt. En er kwamen ook wel eens gesprekken voor die helemaal niet zo leuk waren. Mm-hmm. En, of dat zij ergens mee worstelde, of ik als vriendin ergens mee worstelde. Maar daar spraken we wel altijd over. Ja. En de ene keer pakten we dat makkelijker en lag ook in het proces waarin zij zat. Maar de andere keer... ging het lastiger. Ja, het is een achtbaan waar je in zit. Ja. Ook wij als mensen die naast een patiënt staan. Want je ziet heel vaak, hè, mensen die maken iets mee, krijgen een ziekte of wat dan ook. En mensen uit je directe omgeving, die durven er dan niet naar te vragen. Maar juist vragen. Ik heb ook wel eens, op een gegeven moment hebben we een keer meegemaakt, Marion kreeg een uitslag. Zei ze, wat denk je? Ik zei, ik heb zo'n naar gevoel. En ik kan dan wel zeggen van, joh, mij top, succes, het komt goed. Ja. Maar dat voelde ik niet zo. En dat heb ik ook uitgesproken. En uiteindelijk was het dus wel goed. We hebben samen een potje staan brullen. Nou, dat hoort er dan ook bij. Maar dat mag je ook gewoon zeggen. Want zij heeft liever dat ik eerlijk ben, als dat ik een heel mooi verhaal wil vertellen, wat nergens op slaat. Ja. Zij voelt dat toch wel. Ja. De meesten zeggen van, ach meid, nee, je moet niet wanhopen en zo. En dan was het juist fijn dat Fabienne er was, die zegt van, ja, ik voel het ook. Ja. Het voelt gewoon niet goed. Nee. Je hebt niks aan mensen die altijd maar roepen van, het komt wel goed. Nee, heb je niks aan. Nee, want je ziet het wel aan Marlies. Bij Marlies komt het niet meer goed. Komt het niet meer goed. Nee. Komt natuurlijk bij heel veel mensen nog wel goed. Maar ja, niet gelukkig. Altijd. Ik bedoel, er is wel heel veel mogelijk tegenwoordig. Ja. Ander puntje. Je bent niet lastig. Oh, je voelt je zo lastig. Ja. Oh, ik voelde me zo lastig. Ik naar mijn kinderen. Ja, wij zien het dan, want het staat mijn zoon. Maar naar mijn man, naar mijn vriendinnen. Ik voelde me zo. Ik voelde me altijd tot last. En mensen zeiden allemaal, oh, maar ik wil dingen doen. En wat kan ik voor je doen? Maar dat wil je niet, want je wil eigenlijk gewoon zijn. Je wil gewoon alles kunnen doen. Je wil je werk doen. Je wil gewoon leven. Normaal overstraat. Ja, je wil gewoon leven. Maar goed, dat gaat niet altijd. Gaat echt niet. Nee. Dat gaat niet. En dus moet je het ook niet erg vinden om af en toe een beetje lastig te zijn. Nee, dat hoort er gewoon bij. Je bent niet lastig. Je bent gewoon ziek. Ja. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Wat er dan wel bij aansluit, denk ik, voel je niet schuldig. Dat heeft wel met hetzelfde te maken. Ja. Je vraagt er niet om. Je kunt er niks aan doen. Nee. Je kunt ook niet zeggen, van, had ik maar dit of had ik maar dat, of was het niet gebeurd? Nee. Nou ja, daar word je wel mee geconfronteerd in de media. Hè? Van roken, drinken. Als je minder suikers, dan leef je langer. Dus
het wordt er wel een beetje ingepeperd hoor. En dan denk je soms van, oeh, heb ik dan een beetje slecht geleefd? Ik bedoel, ik rook al heel lang niet meer, maar ik heb wel gerookt. Ja. Of, dus. En dan voel je je toch een beetje schuldig? Ja. 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 Had maar ik ja. iets anders moeten doen, ja. misschien. Maar ja, dat is natuurlijk onzinnig. Ik vind het gewoon onzin, ja. Gereinigd onzin. Ja, wou ik zeggen. Daar gaan we niet over hebben. Nee. Laatste wat erop staat. Behoud je eigen regie. Ook al een beetje wat al een keer is teruggekomen, hè? Ja. Jij bepaalt. Jij bepaalt en niemand anders. Nee. En de artsen en de mensen daaromheen, die hebben de weten, die hebben de know-how, die gaan jou echt niet iets vertellen wat jij niet moet doen, maar het is wel bij jou. En ik heb nu keuzes gemaakt voor als ik het terugkrijg. En dan zeggen sommige mensen van, dat is ook voor hun, of voor mijn kinderen, of voor mijn man is dat heel vervelend. Maar ik heb hele duidelijke keuzes gemaakt en dat is mijn keuze. En daar moet je gewoon bij blijven. Natuurlijk wel in overleg met je dierbaren, ja. maar het is wel mijn keuze. En ik bepaal wat ik doe, ja. en niet een ander. Ja, precies. Wat heb jij aan al die dingen, er staan een heleboel op de site, kan er nog veel meer op noemen aan allerlei nuttige tips. Wat heb jij er zelf aan gehad om dit zo op te zetten? Oh, ja, het brengt mij alles. Het brengt mij, ja, want het kost echt enorm veel werk. En ja, we vragen nogal wat. Want we hadden een droom. En 15 mei komt die, we hebben gezegd, en de droom komt uit. En 15 mei wordt onze Pink Mama Notebook, voor het eerst gaan we die overhandigen. Wat is een Pink Mama Notebook? Ja, die is heel mooi. Ja, nee, ik bedoel, het is geen laptop of zo? Of nee, het is vrouwen. Jonge vrouwen, oudere vrouwen als ik en nog jongeren. En, die hebben gewoon heel graag iets tastbaars, iets papiers in de tas, iets moois, een notebook, een schrijfblok. Of, een soort dagboek of zo. Een soort dagboek. Ja. En je ziet het nu weer terugkomen, hè, want zelfs het kruidvat en alle die gooi je er dood mee. Bullet journals. En als je in een ziekenhuis komt, dan krijg je zo'n enorm lelijk mapje. En het is goed dat het lelijk is, want het is al hartstikke duur. Ik bedoel, de zorg is heel duur. Maar wij wilden graag dat er een notebook, dus een soort agenda kwam, die mooi is, die je graag meeneemt, waar heel veel tips in staan, wat praktisch is, maar waar ook heel veel ruimte voor jezelf in is. En dat dat meegaat met de patiënt. Dat een beetje het groene boekje van als je jonge kinderen hebt, dan ga je naar het consultatiebureau en dan zegt die arts van, goh, hebt u het groene boekje bij? Nou, wij willen graag dat het dan is van, we willen heb je de Pink Mama notebook bij? Zijn er nog vragen? Wat staat erin? En die map, die heb je graag bij je, want die is gewoon mooi. Die is gewoon, hij is ook echt heel mooi geworden. Ja. Hoor. Ja. Okay. Hij komt sowieso in de ziekenhuizen te liggen. Ja, ja, daar zijn we mee bezig. Ja, daar zijn we volop mee bezig. Dus dan landelijk of alleen nee, hier? Nee, Pink Mama staat toch wel voor lokaal, omdat we mekaars dezelfde taal spreken. Maakt het allemaal net wat makkelijker. De doelstelling is om tussen Nijmegen, Venlo en Uden deze map te gaan faciliteren. Ja. Omdat binnen deze driehoek ongeveer 1200 vrouwen per jaar borstkanker krijgen. En wij willen die mappen gratis aan deze vrouwen overhandigen via de ziekenhuizen. En eventueel ook als mensen ze willen kopen via de website. En daar hebben we ook heel veel geld voor nodig. En daar zijn we heel druk mee bezig. Maar ons eerste doel is bereikt. De map is er. Ja. En we hebben 15 mei een grote aftrap. En dan wordt die officieel gepresenteerd. En ik denk dat we namens ons alle zevenen van Pink Mama er echt heel erg trots op zijn dat het ons gelukt is. Ja, nou, mooi doel om bereikt te hebben. Ja. Ik wens jullie heel veel sterkte. Dankjewel. En succes en alles wat je nodig hebt. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. En we gaan elkaar vast vaker spreken. Ja. Goed zo. Want het is niet alleen maar ellende, het brengt ook wat moois, hè? Dat is te zien. Ja, precies. Dankjewel. Dankjewel. Ineke. Kom maar bij mij zitten. Het is altijd even stil, hè, na zo'n onderwerp. Daar gaan we gauw wat aan doen, Ineke. We gaan het over boeken hebben. Ja. Ineke, eigenlijk heel bijzonder dat jij hier bent. Want wij draaien nou een jaar of vijf, denk ik, met het Nieuwscafé. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk bijna nooit mensen die een keer terugkomen. Oh, oké. Okay. En jij bent eigenlijk een van de eerste die zegt van, nou, we hebben alle reden om jou toch maar weer een keer uit te nodigen. Nou, ik ben helemaal vereerd. Dus dus vandaar toen ik jou vorige week belde, was je eigenlijk heel snel van, ja, leuk, gaan we doen. Mm-hmm. Ben ik heel blij mee. Waarom we jou gevraagd hebben,
Je bent bezig met je hebt een bijzonder project gedaan. Klopt, ja. Je bent schrijfster, schrijft boeken. Je hebt al bergen boeken geschreven, geloof ik. 23. Dat bedoel ik, gaan we zo nog over hebben. Maar nu heb je een boek geschreven, of jullie hebben een boek geschreven, De Schaduwreis. Ja. Leg even uit hoe dit in elkaar zit. Ja, dat is heel ongebruikelijk. Wij hebben met z'n 13e een boek geschreven dat geen verhalenbundel is. Ja. We hebben met z'n 13e een roman geschreven, waarbij wel 13 verschillende hoofdpersonen zijn, maar één persoon komt door alle 13 verhalen terug. Als rode draad. Als rode draad. Ja. Dat verhaal van Nadine, dat is dan die belangrijkste bijpersoon, speelt door alle verhalen op de achtergrond. Het gaat over een meisje van 23, heeft de vader nooit gekend, maar vindt dan bij het overlijden van de moeder een doos met ansichtkaarten uit 13 verschillende plaatsen in Europa. Mm-hmm. En dan gaat ze op zoek naar de vader en dan gaat ze al die 13 plaatsen af. Ja. En we hebben dus ook met 13 auteurs een verhaal geschreven vanuit de plaats die Nadine bezoekt in die zoektocht naar de vader. Ja. En dat is uiteindelijk een heel afgerond geheel geworden. Maar 13 schrijvers, iedereen heeft zijn eigen schrijfstijl. Klopt. Is dat niet lastig lezen als je van de een op de andere, van hak op de tak? Nee, dat valt op zich wel mee. We hebben wel natuurlijk, alle stijlen zijn anders. Maar we hebben wel van tevoren ook wel heel veel inhoudelijk overleg. Maar ook heel praktisch. Dat je wel allemaal in de verleden tijd gaat schrijven. Ja, ik schrijf normaal al mijn boeken in de tegenwoordige tijd. Nu moest het in de verleden tijd. En natuurlijk is wel de stijl van iedereen anders. Hij is ook wel de charme. Ja. Maar doordat we wel heel veel eenheid hebben gebracht, ook in Nadine, is het toch één geheel geworden. Dus het was constant balanceren tussen je eigenheid en het proces met de groep. Ja, ja, precies. En hoe vinden jullie elkaar? Ik bedoel, 13 schrijvers, ja, er zijn natuurlijk genoeg, maar hoe kom je nou bij deze 13? Een feestje geweest of zo ergens? Nee, wij doen eigenlijk, schrijven is gewoon een heel eenzaam vak natuurlijk. Ja. Dus wij zitten allemaal heel veel op social media en we kennen elkaar ook via social media. En ik heb eigenlijk zitten piekeren hoe we nou bij dit idee zijn gekomen. Dat weet ik niet eens meer. Ik weet wel dat volgens mij alweer 4 jaar geleden of zo hebben 4 van de schrijvers die dus nu aan dit project werken een kerstbundel geschreven. Ja, met z'n 20 hoor, maar 4 zaten daarbij. Ja. Dus die kenden elkaar en zo ging dat balletje rollen. En op een gegeven moment hadden we een discussie over welk boek las je graag. En toen kwamen we op Vonden van de Meer Eilandgasten. Dat is een boek waarbij het gaat over een huis, ik geloof op Vlieland. Ja, ik heb hem 15 jaar geleden gelezen, geloof ik. Dus heel lang geleden. En dat huis dat komt in ieder verhaal terug met steeds een schoonmaakster die tussendoor even komt. En dat hebben wij, dat gegeven van iets wat steeds terugkomt, hebben we gebruikt. Maar dan met 13 schrijvers in plaats van met 1. En zo kwam steeds meer ideeën. En uiteindelijk hadden we een hele groep waarin we gingen overleggen. Echt ook heel praktisch van hoe ziet ze eruit? Wat is de achtergrond? En dan blijkt dus dat als je gaat schrijven, dat je toch je eigen personage inkleurt. En dan klopt dat soms niet. Nee, precies. En dan moet je aan gaan passen? Of? Ja, dat moet je aanpassen. Wie gaat dat dan aanpassen? Dan zeg je, ik ga die van mij niet aanpassen hoor. Nee, we hebben heel veel externe proeflezers en redacteuren ook gewoon dit laten lezen. En dan gewoon gezorgd. En ook gewoon met heel veel overleg. Dus op zich is het heel verwonderlijk dat we met z'n 13e geen ruzie hebben gekregen. Ja, ook zeker. Ja. Maar we zijn eruit gekomen. Maar bijvoorbeeld heel praktisch. Ik had ergens staan dat Nadine vrijwel accentloos Engels sprak. Terwijl iemand anders had geschreven met een zwaar Nederlands accent. Ja, daar moest je dan even. Uiteindelijk hebben we als compromis dat ze een Amerikaans accent had. Ja. Dat lijkt nog enigszins op het Iers. En veel Nederlanders spreken Engels met een Amerikaans accent. Dus we kwamen er allemaal een beetje tussendoor. Ja. Dat het toch één geheel bleef. Dus je zegt het al een beetje, het lijkt een beetje op Iers. Ierland is het land waar jouw ansichtkaart vandaan kwam. Ja. Heb jij iets met Ierland of is het gewoon zeggen, doe mij Ierland maar? Nee, ik heb wel echt iets met Ierland. Ik moet even denken hoor. 16 jaar geleden is mijn man voor zijn werk een jaar naar Ierland gegaan. Die heeft vlakbij Dublin gewoond. Ja. En in die periode werd ik zelf heel erg ziek. Ik werkte toen als advocaat, maar ik werd volledig afgekeurd. En dat was niet zo leuk. Hij zat daar, ik zat thuis en ik kreeg te horen, je kan nooit meer werken. Ja. En toen ben ik naar Ierland gegaan en toen heb ik daar 4 maanden gelogeerd. En net in een periode die voor mij heel belangrijk was. Want goed, je gaat naar school en je gaat studeren en dan heb je zo je carrière uitgestippeld. Van nou, dit gaan we doen. Ik was advocaat en ik wilde heel graag een eigen mediation praktijk. Ja, en dan zegt zo'n arts van,
Jij kan gewoon de rest van je leven niet meer werken. Dan moet je een nieuwe focus vinden. Dat is best pittig als je nog geen 30 bent. Ja. Misschien dat het privé is, maar waardoor kwam dat? Wat was er aan de hand? Ik heb dysautonomie. Dat is een ziekte waarbij je autonome zenuwstelsel is verstoord. Ja. En dat regelt je hartslag, je bloeddruk, nou, lichaamstemperatuur, alles. En bij mij, ik val gemiddeld 4 keer per week flauw. En ik ben chronisch vermoeid en nou heel veel van dat soort klachten. Ja, en dat is niet handig. Ik bedoel, ik ben een paar keer op een brancard de rechtszaal uitgedragen. En dat ik dan bijkwam in het ziekenhuis, ja. Dat kan niet. Nee, dat kon gewoon echt niet. Ja. Dus, dan moet je die keus maken. Ja. En dan zit je in Ierland. Ja, en dat heeft voor mij... Ierland is een prachtig land. Ja, echt heel mooi. Wij woonden in Malahide, vlak boven Dublin, aan de Ierse Zee. En ik heb gewoon heel veel langs die zee gelopen. En ja, gewoon maar gekeken van, wat kan ik nog? Wat kan mijn lichaam nog? Nou, op dat moment heel weinig. Dat heeft echt wel 2 jaar gekost voordat ik überhaupt enigszins normaal kon functioneren. Maar in die periode ontdekte ik dus wel dat ik kon schrijven. En het voordeel van schrijven is dat je dat gewoon thuis kan doen. Je eigen tijd indelen. Ja, ja, daar is mijn uitgever niet altijd even blij mee. Maar nee, maar dat zijn uitgevers. Die willen allemaal sneller. Ja, maar dat is wel het gaat nu al een half jaar niet zo goed. Dus ik heb nu bij 2 boeken gewoon gezegd, wordt dan 2020 of zo. Ja, sorry, het is even niet anders. En ja, dat kan je in een gewone baan niet doen. Nee. Dan kun je niet zeggen van, nou, jouw rechtszaak die komt over 2 jaar wel. Nee, precies. Dus maar nu denk ik van ja, ik schrijf en daar kan ik dus ondanks mijn ziekte toch nog wel een deel werken. Ja. En dat is heel fijn. En je kunt het doen, je brengt 's morgens de kinderen naar school en als het dan rustig in huis is, dan ga je zitten. Ja. Ja. Ja, tenminste normaal gesproken breng ik de kinderen naar school en dan schrijf ik van 9 tot 12. Dan ga ik 2 uur rusten en dan ben ik daarna weer een leuke moeder. Ja, de afgelopen half jaar heb ik dus maar 2 weken geschreven. Ja, omdat het gewoon was je geen leuke moeder, of toch wel? Was ik wel een leuke moeder, dat heeft de hoogste prioriteit. Ja, hij zit al jaren. Ja, ah, wat lief. Ja. Ja. Maar goed, ondanks alles. Een jaar geleden het boek Over de Grens verscheen, een half jaar ervoor. Fee wil niet met Tess naar de les. En dan hebben we nog Eline. Vlucht, dat was je 10e boek, covermodel. Je zegt covermodel? Nee, dat heb ik verkeerd opgeschreven, maakt niet uit. In ieder geval een hele berg boeken. Ik bedoel, die uitgever van jou, die mag niet mopperen. Ik bedoel, je hebt er flink tempo in. Ja, maar er zitten ook wel prentenboeken en AVI-boekjes bij. Hè? Dus boeken voor beginnende lezers. Dus dan tikt het lekker aan. Maar er zitten ook dikke romans tussen. Ja. Dus ja, ik schrijf gewoon heel snel. Ja, dat moet dan wel. Dus, ja. Anders, ik wou zeggen, waar haal je anders de tijd vandaan in die paar uurtjes in de ochtend? Nou ja, gewoon heel effectief. Ja, dus jij kan echt gaan zitten en zeggen van nou, nu ga ik schrijven. En dan heb je geen inspiratie nodig of noem het maar op. Nee, ja, ik zeg altijd, als je gaat zitten wachten tot de inspiratie komt, dan komt die niet. Kun je heel lang wachten. En ik heb gewoon maar die paar uurtjes. En ook maar de ochtend is ook de tijd dat ik mijn meeste energie heb. Dus dat moet ik gewoon benutten. En ja, ik moet het gewoon doen. Ja. Ik bedoel, welk vak je ook hebt. Je hebt allemaal wel eens dat je er geen zin in hebt. Maar dan ga je ook niet zeggen van, ik heb geen zin om brood te bakken. Nou ja, we doen het maar niet. Nee. En dat is met schrijven net zo. Ja. En natuurlijk, de ene keer loopt het echt niet. En moet je later alles weer weggooien. Maar meestal loopt het wel als je eenmaal begint. Ja, precies. Dus je hebt, wat ik wou vragen, wat is je volgende project? Maar je bent dus nog met 2 boeken bezig. Het grappige is dat morgen komt dus, wordt deze gepresenteerd. En maandag komt de volgende al. Maar ik heb met mijn uitgever afgesproken dat we die pas over een maand gaan presenteren. Want anders wordt het wel heel veel achter elkaar. Ja. Maar dat is dan weer heel anders. Een boek voor meisjes van 7, 8 jaar over turnen. Ja, dus dat is het volgende. En ja, want je hebt geturnd, hè? Ik heb geturnd, zelf. Ja. 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 En dan komt in september komt weer een boek over de oertijd voor kinderen tussen de 8 en de 10. Waar ik nog geen titel voor heb, maar daar heb ik nog even. Ja, maar dat is al. Je weet al dat het in september klaarkomt. Ja, dat moet dus. Dat is net dat. Dat heeft jouw uitgever gezegd. Ja, het moest eigenlijk in maart en dat is dus nu september geworden. Ja, op die manier. Ja. En dat boek wat maandag wordt gepresenteerd, waar gaat het over? Dat is dat turnboek. Of morgen bedoel je? Nee. Dat turnboek. Ik bedoel, het turnboek is redelijk algemeen. Maar ja, nee, dat het verhaal is dus. Dat gaat over een meisje dat op kamp gaat. Ik heb 2 eerdere boekjes geschreven. Eerst over een meisje dat eerst een zwemdiploma moet halen voor ze op turnen mag. En dan heeft ze de eerste wedstrijd in deel 2. En in deel 3, wat dus maandag komt,
gaat ze op kamp voor het eerst. Ja. Dus spannend. Weer heel anders. Ja, dan wat heel anders, ja. 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 En dit boek, Schaduwreis, wordt morgen gepresenteerd. Waar gaat dat gebeuren? In Eindhoven. In Eindhoven. Daar zit de uitgever. Het okay. was natuurlijk een hele zoektocht naar een uitgever ook nog. Want ja, dat is gewoon. We hebben allemaal eigen uitgevers, al die 13 auteurs. Ja. Ja, dan moet je even kijken waar het past. Maar de meeste uitgevers vinden dat toch een beetje eng, want het is een heel nieuw genre. Ja. Dus toen vonden we uiteindelijk een uitgever die vooral reisboeken uitgeeft. Ja, die zit in Eindhoven, dus gaan we gewoon. We hebben iemand die komt uit Groningen. Ja. Dus die komt gewoon ook naar Eindhoven en uit Amsterdam. We komen echt overal vandaan, dus ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, ja, precies. Heb je het boek zelf al gezien of krijg nee, je het morgen nee, pas? Nee, ik heb het echt. Want ik dacht even, nou, misschien heeft ze het al bij. We hebben de primeur hier. Ja, nee, ik heb hier, het zelfs nog niet gezien. Dus nee. Ik vind het ook heel spannend. Wordt spannend. Ja. Ja, ja, precies. Nou, waar kunnen we het krijgen straks? Bol.com? Ja, sowieso bol.com, maar je kan het ook in iedere boekwinkel bestellen. Ja, oké. Okay, ik ga het zeker lezen. Okay, dankjewel voor je komst. Hartstikke leuk. Dankjewel. Muziek. Waar zijn Leonie Windjes en Aaron Dijsselbloem? Ja. Kom eerst even zitten, dan gaan we daarna zingen. Ja. Tenminste, jullie, ik en niet. Dat ga ik jullie niet aandoen. Hey, welkom, Leonie. Ja, dank je. Aaron. Dankjewel. Ja, leuk dat jullie er zijn. Eigenlijk heel toevallig, twee of drie weken geleden kwam ik via Facebook jullie liedje tegen. Toen wist ik nog niet dat het mooi weer zou worden. Maar ik heb het even geluisterd. Ik denk, ja, het is wel een liedje waar je heel vrolijk van wordt. Tenminste, ik werd er vrolijk van. Grappig. Dus ik denk, ja, ik ga jullie gewoon vragen om hier te komen. Jou kennen we, zouden we kunnen kennen van vorige maand. Toen was een pupil van jou hier, Indy van Haren. Ja, twee leerlingen inderdaad. Ja, alleen Indy stond toen bij de microfoon. En jij zat boven bij Nico, om het geluid te regelen. Dus ja, nou dan toch zelf hier. Ja, dat is leuk. Even anders. Ja, ja precies. Ja, dat is misschien een rare vraag met deze temperatuur, maar waarom zomer? Ja, iedereen wil volgens mij graag dat het zomer wordt. Ja. En als het dan zover is, dan is het gewoon leuk als er ook nog een vrolijk liedje is wat erbij past. Ja. Dus wij zijn gewoon heel vroeg begonnen met de zomer al, hè? Ja, en het was lang koud. En in die tijd hebben we het ook gemaakt en opgenomen. En toen dachten we van, wij zijn de winterbeu, we willen de zomer. Ja. En het liedje komt uit, vorige week uitgebracht. En ja, toeval of niet, maar het is zomer. Ja. Zou het ruiken. Dus we zingen nog even door, als je niet erg vindt. Ja. want jullie hebben er een clip bij gemaakt, hè? Ja. Die speelt zich af in een zwembad, geloof ik. Of in ieder geval met water. Bungalowpark, ja. Een zwemparadijs. Ja. Ja, dus het hoeft er niet buiten met min 10 of zo. Nou, nee, maar wel bij min 3. Wel bij min 3. Ja, echt waar. Ja, het was half februari hebben we het opgenomen. Het strand was vooral heel koud. Het zand was eigenlijk nog een soort van bevroren. En stonden wij te doen. Het is zo... In de zwemkleren. Ja. Maar ja, het is, door het liedje kregen we het weer warm, dus dat is helemaal goed gekomen. Ja, ja. Precies. En jullie zijn al langer een muziekduo, hè? Ja. 3 jaar, nu 2015. Dat is nou onze derde single samen. En, ja. Dus dat klopt, ja. Ja, wat waren de vorige nummers? Ik moet bekennen dat ik ze niet ken. Even kijken, de eerste was 247365. Dat is ook eigenlijk, ja, we hebben altijd wel vrolijke pop, zeg maar. En het is, ja... Het is confetti met een K. En de K komt van kids. Dus we zijn gelanceerd als kids act. Maar we merkten, na verloop van de platen uitkwamen, dat eigenlijk iedereen het leuk vond. Dus ook de ouders, opa's, oma's. En dus iedereen wordt er vrolijk van. En dat is eigenlijk onze bedoeling ook. Dus iedereen die het leuk vindt, mag het leuk vinden. Ja, want jullie worden gepresenteerd als een kids duo. Hè? Dan denk ik gelijk al een K3 en zo. of mag dat niet? Ja, niet echt K3-achtige nummers, hè? Sowieso man-vrouw zie je niet zo heel vaak voor kinderen. En wat Aaron ook al zei, we horen ook gewoon vaak van volwassenen. Hé, wat een leuk liedje. Maar het is wel voornamelijk voor kinderen. En ook als wij optreden, dan staan er meestal hele kleine jongetjes en meisjes voor ons te swingen. Ja. Dus ja, dit is toch even anders. Nou ja, maar superleuk. Ik vind het enig hoor. Ja. Hey, ik wou zeggen, maar jullie zijn toch wel het een en ander gewend. Want ik heb gezien dat jullie ook wel eens bij de toppers zijn geweest. Ja, toppers van Oranje en TV Oranje. En binnenkort ook hier in Boxmeer, hè, bij Ries. Inderdaad. Ja. Dus dat is echt super. Ja. Ja. Maar jullie hebben echt wel iets met kinderen. Tenminste, jij zit ook bij de Efteling.
Ik heb inderdaad, ja, nu niet meer. Niet meer. Ik heb wel altijd bij de Efteling gewerkt. Toen kreeg ik zelf een kindje en toen werd het toch wel heel druk allemaal. Ja. Ook natuurlijk met de musicalschool, ja, waar ik heel veel tijd Maar dan zit je echt in het Efteling Theater, neem ik dan aan? Ja, dat was eigenlijk een buitentheater. Ja. En sommigen kennen het misschien wel. Nou, wie kent het niet? Dankjewel, dan zit dus het rest van de avond in jullie hoofd. Ja, alsjeblieft. Ja, Jokie en Jet. En dan was ik dat paarse vogeltje, zeg maar, Jet. Bij heel veel kinderen wel bekend. En ja, dan zongen we een aantal liedjes en vooral gewoon heel veel interactie met de kinderen. Dus het was wel echt ontzettend leuk werk om te doen. Iedereen is vrolijk natuurlijk die daar komt. Maar ja, je moet er wel tijd voor hebben natuurlijk. En ik vind mijn gezin ook belangrijk. Dus, ja, wat doe jij verder buiten zingen met Leonie? Ik werk op voor een vakantiepark. En daar doen we ook kinderanimatie, kindervoorstellingen, activiteiten. Dus ik werk ook heel veel met kinderen. Ja. En daarnaast natuurlijk confetti eigenlijk volop. Ja, dus dat is goed jullie, te combineren. Want jullie gaan de komende maanden van optreden naar optreden. Wat moeten we daar voorstellen? Van alles. Ook Koningsdag komt eraan. En dan staan we er ook. En de zomer weer. Zomerevenementen. De buitenevenementen komen nu weer. Op de Toffel heb ik zo'n plek. Oh ja, komt goed. Kinderactiviteit. Ja, en van kermissen tot kinderbraderieën. Echt van alles. Indoor speelparadijzen. En het is ook heel dankbaar. En we krijgen er heel veel energie van. En we willen dus vrolijkheid en kleur brengen. Ja, en dan zing je één liedje of ook jullie andere nummers nog Andere wel? Nummers, ja. Het is een optreden van 1/2 uur, 3 kwartier. Ja. En dan zit dan ook weer interactie bij, hè, met de kids. En spelletjes, wedstrijdjes. Ja, het is ook gewoon dat de kinderen worden bezig gehouden. Want als ze 3 kwartier staan te kijken naar ons, ja, is ook leuk. Maar op een gegeven moment willen ze ook gewoon even wat doen. Ja. We willen echt interactie ook, hè, met prijsjes die we weggeven. Dus een soort quizje zit er in het optreden verweven. He, dat kinderen ook echt dingen kunnen doen. Dat ze meedansen, dat wij dans aanleren, dat zij meedoen. Ja. Dus het is gewoon heel interactief. Ik stel voor dat we gaan luisteren. Ja, super. Leuk. Ja. Jullie mogen ook meedoen, als jullie willen. Ja, super tof. Ja, ik ben benieuwd. De microfoons staan hier. Ja. Dankjewel. Bedankt. Zonnebril, korte broek, zonnestraal op elke hoek. Dit is hoe een zomer wezen moet. Zonnebrand op mijn huid, zwembad in, zwembad uit. Keten in het zwembad, genieten maar. Oh, was het maar altijd zomer. Het is zomer, zomaar vrije tijd. Mijn pen leg ik neer, ik ben mijn school. Zomer, zomaar vrije tijd. De regen verdwijnt en de zon die verschijnt. Lekker lui in het zand, lekker zonnen op het strand. S'avonds lekker feesten, jij pakt mijn hand. Chillen hier, chillen daar, de barbecue die staat al klaar. Keten in het zwembad, genieten maar. Oh, was het maar altijd zomer. Het is zomer, zomaar vrije tijd. Mijn pen leg ik neer, ik ben mijn schoolboeken kwijt. Het is zomer. Zomaar vrije tijd, de regen verdwijnt en de zon die verschijnt. Ik voel me goed, het is zomer. Ik heb die hele lange witte lopen dromen. Over de zon, het water, het strand, hier ben ik in mijn eigen droom beland. Ik bel mijn vrienden op, ik wil naar buiten. Zolang het warm is, wil ik het goed gaan gebruiken. Ga je met me mee? Oké. De wereld is te goed om te zitten voor de tv. De avond is jong, het is langer licht. Morgen weet ik dat ik weer aan het strand lig. Minder saai lang, koud is dominant. De zon duurt altijd maar even, want het is
zomer, zomaar vrije tijd. Mijn pen leg ik neer, ik ben mijn schoolboeken kwijt. Het is zomer, zomaar vrije tijd. Mijn pen leg ik neer, ik ben mijn schoolboeken kwijt. Het is zomer, zomaar vrije tijd. De regen verdwijnt en de zon die verschijnt. Het is zomer, zomaar vrije tijd. Mijn pen leg ik neer, ik ben mijn schoolboeken kwijt. Het is zomer, zomaar vrije tijd. De regen verdwijnt en de zon die verschijnt. Dankjewel allemaal. Dankjewel, dankjewel. Mannenpap. Klopt. Dat is dit, hè? Ja. Ik ga hem eerst even proeven als je het niet erg vindt. Ja, zeker doen. Proost. Oké, die komt wel goed. Mooi zo. Die krijg je niet meer terug. Ja, ik ben wel een bierliefhebber hoor, moet ik zeggen. Hoewel ik al een paar weken aan de water ben. Maar dat heeft een andere reden. Oké, ja. Voorbereiding op... de zomer, ja. Dat zou ik maar zeggen. Precies, dan, ja. Oké. Jelmer of Sjoerd? Klopt, Jelmer. Jelmer. Jij bent van Mannenpap, dat is een Nijmeegse brouwerij. Ja. Waarom brouwen jullie? Nou, we kwamen eigenlijk... dat heeft een hele lange achtergrond. Er is een hele nieuwe laag in de bierindustrie is het gaande, zeg maar. En het zijn allemaal bieren die komen overwaaien vanuit Amerika. Dat noemen ze, zeg maar, de craftbieren. Ja. Dus het zijn eigenlijk de ambachtelijke bieren vanuit daar. En we ontdekten die en we kwamen er eigenlijk achter dat er zo ontzettend veel smaak in zit. En we dachten, ja, dat is helemaal fantastisch. Alleen het probleem was, die waren in de supermarkt, waren die ontzettend duur. Ja. Dus toen dachten we, ja, dan gaan we zelf brouwen. En eigenlijk is dat, dat is een hobby geworden. Voor eigen gebruik? Of voor eigen gebruik. Ja. En vrienden eromheen een beetje laten proeven. Nou, we hebben allebei heel veel in de horeca gewerkt in Nijmegen. Mm-hmm. Toen waren er ook wat mensen die zeiden van, nou, laat ons eens even wat proeven. En die zeiden eigenlijk van, nou, doe ons maar een fusje. En toen zeiden we, ja, dat kan helemaal niet, want we brouwen achter in de schuur en dat gaat allemaal, dat kunnen we niet verkopen, zeg Klein maar. Klein keteltje. Ja, ja. En toen zijn we noodgedwongen capaciteit in gaan huren bij een grote brouwerij. En vandaar heeft het echt een ontzettende vogelvlucht genomen. Ja, je hebt het over we, hè? Dat is Sjoerd Martens, jouw compagnon, om het zo maar te zeggen. Ja. Welke grote brouwerij zijn jullie terechtgekomen? We zitten voornamelijk in Sittard. Daar zit een hele grote brouwerij, dat heet Inbier. En die zijn voornamelijk gevestigd op eigenlijk brouwers die zelf te weinig capaciteit hebben. En dus capaciteit in moeten huren. Ja. Die produceren zelf ook geen bier verder eromheen. Dus, ze huren ketels en dat soort spullen aan jullie. Ja, eigenlijk is het een stukje ontzorging. Wij kunnen daar compleet onze hele bier brouwen, van begin tot eind. En toch alle kwaliteit waarborgen en zorgen dat we het bier precies zo krijgen als hoe we het zelf thuis brouwen, zeg maar. Ze hebben de kennis ook wel in huis om iets mee te doen. Want als je zegt, nou, meer capaciteit, aan hoeveel liter moet ik dan denken? Hoeveel flesjes? Momenteel gaat er per bier 1000 liter per maand doorheen ongeveer. 1000 liter per maand? Ja. Dus dat kunnen we niet meer in onze kleine keteltjes brouwen. Nee. Ja, precies. Ja. En dat, waar zet je dat af? Wat zijn jouw klanten? Ja, dat wisselt ontzettend. We zitten heel veel bij slijterijen. We merken dat in de grote steden, zeg maar, dat het daar heel makkelijk weg te zetten is bij kroegen en bij slijterijen. Omdat die zijn er wat meer gewend, zeg maar, aan dat nieuwe segment bieren, die toch wel een hele uitgesproken smaak hebben, zeg maar. En je merkt dat de dorpjes en de kleine steden eromheen, die beginnen nou heel langzaam. Veel langzaam. We beginnen nou eigenlijk in een rap tempo beginnen die mee te komen. Ja, wij lopen al 10 jaar achter, dat weet je. Kijk, eigenlijk is het... dat valt reuze mee, hoor. Hè. We hebben hier binnenkort een speciaal bierfestival. Ja. Hè. Dus eigenlijk begint het nou in een rap tempo begint dat te volgen. Je merkt dat er is nog heel erg... Iedereen is pils aan het drinken. De grote brouwerijen die hebben in het ver verleden alle kleine brouwerijtjes opgeslokt. Ja. En die hebben er eigenlijk een eenheidsworst van gemaakt. Ja, pils lust iedereen. Iedereen moet het lekker vinden, zeg maar. Nou, niet iedereen, hoor. Nee, niet iedereen, maar om en erbij wel. En eigenlijk is daarmee al de smaak verdwenen. En dat wordt al langzaam teruggebracht. En mensen beginnen nou naar de Belgische bieren te grijpen. Dat is zeg maar ook nog, het zijn redelijk voorzichtige bieren. En dat is weer echt een hele andere laag dan die craftbieren, zeg maar, met de uitgesproken smaken. Ja. Ja. Ja, want wat is er zo speciaal aan deze smaak? Nou, dit is bijvoorbeeld een IPA. Dat staat voor India Pale Ale. Dat is eigenlijk is het een heel ouderwets bier. Want vroeger tijdens werd dat eigenlijk meegenomen op de koopvaardijschepen. En die kwamen erachter dat als ze die overtocht moesten maken, dat het bier niet goed bleef. Okay. Ja, er zit hop in bier en ze kwamen erachter dat zeg maar het bier houdbaar hield. Dus wat zij deden, was op het moment dat het bier klaar was, is de enorme hoeveelheid hop voegden ze daaraan toe. Ja. En dan bleef dat bier wel goed, konden ze het wel meenemen.
En hop is er in, nou, ik denk dat er nou een stuk of 200-300-400 soorten misschien nog wel meer zijn. En er zijn allerlei variëteiten en die geven ook een ontzettend aroma af. En dat bepaalt van een heel groot deel het smaak van het bier. Ja. Ja, en daar wordt nou heel veel mee geëxperimenteerd onder andere. Ja. Ja, maar voordat je deze smaak hebt van dit is wat we willen, dan mm-hmm. ben je al de hele tijd verder met experimenteren en proeven en nog een keer proeven en nog een keer opnieuw beginnen. Ja, ja, het is weer echt, eigenlijk is het weer echt ambacht. En ja, het gaat voornamelijk gaat het om smaakkwaliteit. We hebben het idee dat gaat met de hele beweging gaat dat mee. Mensen willen weer eerlijke producten, willen weer weten waar hun producten vandaan komen. En het gaat voornamelijk om smaak, beleving. Mensen willen niet alleen een pilsje zodat ik er maar zoveel mogelijk weg kan drinken. Nee, die willen genieten. Genieten van een biertje. En daar, smaak is daar een belangrijke factor van. Ja, ook. Ja. Ja. Even over de naam, Mannenpap, dat denk ik niet gelijk aan bier. Ik verwachtte de vragen eigenlijk al, ja. Ja. Ik zal echt niet de eerste zijn die hem stelt. Nee, zeker niet. We verwachten de vragen altijd. En we zijn natuurlijk vanuit een hobby zijn we ontstaan. En we zaten heel lang over naam te twijfelen van wat zullen we nou met de naam doen, hobbymatig. En een vriend van ons die zei eigenlijk van, we stonden zo in zo'n ketel te roeren en een mout met water, dat wordt een soort van pap. Ja. Die zei, noem het dan mannenpap. Ja, dat vonden we eigenlijk wel lachen. En toen dachten we, prima. Ja, en eigenlijk hadden we tot aan het moment dat we naar de Kamer van Koophandel reden, dachten we van, we gaan commercieel, gaan we dit doen? Ja. En op een gegeven moment dachten we, kom op, gaan we gewoon doen, prima, leuk, weet je wel. Maar gewoon een beetje een geintje in zitten, zeg maar. En uiteindelijk werkt dat natuurlijk ook heel goed. Het is wel een naam die ontzettend blijft hangen. Ja, en, absoluut. Ja. Ja, en uiteindelijk gaat het allemaal om de kwaliteit van de bieren. En daar zijn we gewoon heel erg serieus in. Dus, Want hoeveel soorten bieren hebben jullie ondertussen? We hebben een recepten zat. We hebben commercieel, zijn er nou twee op de markt. Er komt nou over een week of twee komt er een derde bij. En dat loopt alleen maar verder uit de hand. Er komt steeds meer bij. En, jullie kunnen hier je brood mee verdienen? Nee, nog helemaal niet. Wij komen allebei uit de zorg. We werken met allerlei doelgroepen. En daarnaast, dit is natuurlijk in een korte tijd ontzettend uit de hand gelopen. En er zit ook een heel financieel plaatje aan. Ja. Inmiddels hebben we een bedrijfspand in Nijmegen. Nou, daar willen we zelf ook wat grotere ketels, zodat we meer zelf kunnen produceren. Meer zelf in de hand hebben en kunnen experimenteren. Daar gaan we nou een crowdfunding voor opstarten. Via Crowd About Now. Want er moet gewoon meer financiën moeten er komen. Voordat je een bier op de markt hebt. Er komt promotie bij. Etiketten die ontwikkeld moeten worden. En dan alleen al de kosten van het huurbrouwen. Ja, dat is gewoon gigantisch. Ja. Dus net als iedere andere onderneming denk ik in het begin. Het is opbouwen. Dus jij zit in de nachtdienst in de zorg en dan overdag ga jij bier brouwen? Nou, het zijn wel wisselende diensten. Dus ik werk 32 uur meestal in 3 dagen in de zorg. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En daarnaast dan dat bier brouwen. Ja. Maar uiteindelijk als doel om? Ja, uiteindelijk willen we het eigenlijk gaan combineren. De grote droom is eigenlijk, we hebben nou een heel mooi bedrijfspand. Er zit ook nog een theater bij in. En uiteindelijk is het doel van ons is om daar een heel mooi kleinschalig brouwerijtje te hebben met een proeflokaal. En daar eigenlijk allerlei doelgroepen bij te gaan betrekken. Die dus eigenlijk in dienst te nemen. En die mee te laten werken in het proces van het bierbrouwen. En dat kan dat op alle gebieden. Dat kan ook daar in de horeca zijn. We kennen cliënten met die ontzettend goed zijn in boekhouding. Nou, betrek die erbij, zeg maar. Ja, absoluut. Op die manier mensen in hun kracht zetten. Dat zou onze grote ultieme droom zou dat zijn. Ja. Ja. En dan heb je een beetje reclame nodig, hè? Nou, dat kan vandaag. Iedereen die krijgt ook een glaasje, heb ik begrepen. Zeker, dus iedereen, we hebben een tapje mee. Iedereen kan het even proeven. Voor iedereen is het een biertje te proeven. Ja, dat is natuurlijk al. Ik zie wat mensen blij worden hier. Dat is natuurlijk dus al heel mooi. Goed. Ja, precies. En reclame kunnen jullie ook gaan maken op het bierfestival. Absoluut. Ja. Daarom zit Nicky hier. Ja, zeker. Als bierkenner. Ja, ontzettend. Even, hè, want ik heb er al een paar keer een grapje over gemaakt. Maar jij houdt helemaal niet van bier. Nee, ik hou helemaal niet van bier. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik net dus de biertjes van Mannenpap heb geproefd. Je bent om. Wat zeg je? Je bent om. Nou ja, wel vanwege dat, ik weet niet meer hoe die heet, maar dat donkere biertje, dat smaakt gewoon echt naar Italiaanse espresso en die vind ik echt geweldig. Ja, dus het klinkt echt heel stom, maar die is echt fantastisch. Ja, ik moet die donkere daar ook nog drinken en dan die krijg je zo te proeven. Ja. Ja. Maar goed, als witte wijnliefhebber, hè? Als witte wijnliefhebber, ja. Ben jij gin tonic liefhebber. Ja. Ja. Ben jij mede-organisator van, of organisator, ik weet niet hoe, van het bierfestival? Mede-organisator, ja. Het eerste bierfestival? Het eerste bierfestival in Boxmeer. In Boxmeer. Ja, georganiseerd samen met Pub Esser en met Weijer. Ja, Mannenpap is er. En Mannenpap is er zeker. Hoeveel andere biersoorten? Ja, we gaan ervan uit dat er 15 komen. Er zijn er al 15 die hebben toegezegd als ze komen. Ja. En dat zijn verschillende, of kleine uit Nijmegen,
Zoals Mannenpap bijvoorbeeld, Geronimo, is ook uit Nijmegen. Maar ook een Guinness, een Tessels. Ja, okay, eigenlijk is er van alles te vinden. Grotere... Ja, ja, zeker. En dan zo'n bierfestival, dan staan die 15 kraampjes en dan is het bedoeling dat mensen overal... Ja, mensen die kunnen een entreekaartje kopen voor €5. En dan krijg je een glaasje, een muntje en een programmaboekje. En een soort van overzicht waar alle brouwerijen te vinden zijn voor €5. Dus eigenlijk niks om te zeggen. Dat glaasje, dat hou je bij je. En dan kun je bij elke brouwerij, moet je wel kopen, een biertje proeven. Ja, ja. Ja. Dan, ja, en dan kun je van elke brouwerij je smaak gewoon... Ja, gaan bepalen waar je smaak ligt, ja. 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 Waarom een bierfestival? Nou, wij merkten zelf bij Pub Esther heel erg de vraag, dat die vraag groeide naar speciaal bier. En dan niet zozeer naar speciaal bier van de grote brouwerijen, maar juist van de kleine brouwerijen. Die toch wel de uitgesprokenere smaken gaan gebruiken. Ja. Dus vandaar dat wij zoiets hadden van, nou, dan gaan we hier in Boxmeer maar eens proberen of dat gaat werken. Ja. Ja. Wanneer is het? 19 en 20 mei. Mei. En dan... Ja, met Pinksteren. Heel goed weekend. Maandag lekker herstellen. En hoop je op zomer? Dan hopen wij zeker op zomer. Gaan we vanuit. Ja, precies. Ja. Als je zou moeten zeggen van... Ik wil echt nog een keer goed bier leren drinken. Mm-hmm. Moet je dat op zo'n bierfestival doen? Ja, dat moet je zeker op zo'n bierfestival doen. Juist omdat wij alle smaken hebben... we hebben juist wat toegankelijker smaak, zoals een Tessels bijvoorbeeld. Een Tessels die drink ik dan zelf ook wel eens. Die is heel toegankelijk, maar je hebt daar ook een soort opbouw in zitten in de heftigheid van de smaken van bieren. Dus wil je bier leren drinken? Het is maar, ja, het zijn proefglaasjes, het is fantastisch. En ja, dan ben je dadelijk, denk ik, om. Net zoals ik nu ben. Ja, ja. Ja, dat is echt het leuke van die bierfestivals. Wij draaien er een heleboel. En het leuke is echt het contact, zeg maar, met het publiek. Het gaat hier niet om dat mensen een drankje komen halen, daarvoor betalen en omzet daaruit halen of iets. Daar gaat het helemaal niet om. Maar jij kunt je bier op die manier kun je dat aan het publiek presenteren. Nou, voor ons is het doel, het leukste is gewoon om mensen... Nou ja, bijvoorbeeld hier zo... Ja. Dat we gewoon iemand, zeg maar, die zegt van ja, maar ik lust geen bier, ik hou niet van bier. Zeg, nou, proef eens wat van dit. En zo ga je eigenlijk, ga je zeg maar met de klant of met de gast van het Speciaal Bier Festival, ga je meekijken van, wat is nou jouw smaak? Wat vind jij lekker? En wij kunnen daar zeker een bier bij pakken wat, ja. En wat ik zelf daarin merk, is dat het verhaal erachter ook veel doet. Ja. Weet je, het verhaal wat, achter hoe wat mensen... Wat Jelmer vertelt over... Ja, wat Jelmer bijvoorbeeld vertelt over Mannenpap. Dan maakt het interessant en dan maakt de beleving van een bier ook heel anders. Dus een beetje hetzelfde als dat je in Italië op het terras zit en een lekkere wit wijn drinkt. Dat smaakt dan in Nederland niet meer lekker. Nee. Maar dat is nu zo met bier ook, omdat je het verhaal leert kennen. Ja. Ja. Hey, bierfestival, volgens mij kunnen jullie dus een beetje de komende maanden iedere weekend wel ergens staan, toch? Ja. Maar die schiet ook als paddenstoelen uit de grond. Ontzettend. We hebben alleen Boxmeer. We hebben alleen bierfestival Boxmeer. Nee, ja. Het is juist ontzettend leuk om te merken. Je merkt nou in de grote steden merk je al dat er zo ontzettend veel festivals bijkomen. Dat het weer een heel erg commercieel wordt, zeg maar. En juist die kleinere bierfestivals, die zijn ontzettend leuk. Omdat daar heb je ook nog zo ontzettend de mogelijkheid om met brouwers te praten. En juist de kleine brouwerijtjes erbij te hebben. In plaats van dat het weer begint te neigen naar het commerciële. Ja, ja, dus jij zoekt geen festivals waar de mensen met bussen worden aangevoerd. En, ook, maar ja, toch ook we vinden de afwisseling daarin heel erg leuk. Ja. Ja, ja. Ja, ja, precies. Want wat jullie zijn niet de enige hè, met nieuwe biertjes. Want volgens mij... Dan moet ik oppassen wat ik zeg, want daar zit Twan Domen, dat is een bierkenner, bij uitstek. Nummer 1, ja. Volgens mij heeft Nederland ondertussen meer bierbrouwerijen dan België. Klopt, ja. Ja. Maar het leuke is wel, we hebben er in Nijmegen, hebben er nou uit mijn hoofd hebben we er 8 zitten. En je merkt, dat is het hele leuke, het hele karakter van de hele brouwerij is zo ontzettend verschillend. Dat je vaak niet in elkaars vaarwater zit. Er zijn nog brouwerijen, nieuwe brouwerijen die erbij komen, die uitgesproken die Belgische stijlen willen. Mm-hmm. En een aantal die mee willen in dat segment van die craftbieren, waar wij ook in mee willen. En dat uiteindelijk komt er een schifting in. Komen er steeds meer komen erbij. Dus het gaat uiteindelijk gaat het om goed kwalitatief goed bier brouwen. En stel vast blijven, je de stijlen pakken. Wat wil je aan de man brengen, zeg maar. Ja, 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 precies. Ja. Dus de lekkere bieren zijn in Nederland te krijgen. Ik wil nog wel eens... naar Kleef rijden om een kratje Paulaner of Franciscaner te halen. Maar ik moet eigenlijk gewoon naar Nijmegen komen. Nou, dat hoeft niet per se. Kijk, dat is het leuke van bier. Dat is het leuke, het afwisselen erin.
Kijk, als ik, ik rij ook rustig naar Duitsland. Als ik een hele goede Hefeweizen wil hebben, die ga ik zelf echt niet brouwen. Ik weet dat die mensen in Duitsland dat veel beter kunnen dan ik. Dus dan ga ik daarvoor naartoe. Als ze een lekkere IPA willen, komen ze hier naartoe. Dan komen ze hier naartoe. Ja, goed. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Is het lekker? Ja? Goed zo, ik zie duimen omhoog. Prima. Dank jullie voor jullie komst. Ik wens jou heel succes met het bierfestival. Ja, en jij met samen met Sjoerd met het bier. Dankjewel. Dankjewel. Ja, welkom wederom. De finale van de Roos. Die hebben jullie gehaald. Toen jullie de eerste keer hier optraden, toen zei Nico gelijk van welke kans ze nooit halen. Maar het is wel gelukt. Jullie hadden voldoende stemmen om de publieksprijs. Nou, de publieksprijs is niet meer op publiekstemmen naar de finale. Leg even uit hoe dat gewerkt heeft. Ja, we stonden in een stijf uitverkocht Merlijn. En toen kwamen we daar en we wisten ook wel dat het uitverkocht was. We hadden zelf heel veel kaartjes verkocht. Dit was het geheim. Kijk, de rest hoeven we niet meer te horen. Dit was het geheim. Nee, het was een hele leuke avond. En we traden met twee andere bandjes op. Maar omdat we dus zoveel publiek meegebracht hadden, was het een enorm leuke sfeer toen we opkwamen. We hadden nog wat technische problemen, maar het was allemaal hartstikke leuk. We hadden geen Nico in mijn lijn. Ja, dus, zonder Nico. Ja. Hè? Dat is ook al vertrouwd hier, hoor. Ja, maar goed, jullie hadden ruim 90 stemmen, geloof ik, hè? Ja. En dat was vanuit het publiek veruit de meeste. Ja, je had drie voorrondes en van elke voorronde werd dan gekeken wie de meeste stemmen had. Ja. En wie dan over die drie de meeste stemmen had, die mocht dan op de finale. En wat maakt jullie zo populair bij het publiek? Omdat jullie een beetje prettig gestoord zijn? Ja, ons commercieel inzicht helpt ook mee. Onze ongelooflijk uitermate goede liedjes wil ook nog wel eens helpen. Ja echt scherpe prikkelende teksten. Ja. Leuke verkleedpartijen. En onze nachtegaaltje stem, denk ik ook. Ja, drie spontane jongens ook wel. Dat helpt ook mee. Ja. Ja, hier moet kan er niet meer misgaan. En onze achterban en Boxmeer natuurlijk. Hè? Bedoel, ja, zijn ze natuurlijk allemaal mee geweest. Ja, daarom. Ja, ja precies. Twee liedjes vandaag. Ja. Waar gaan ze over? Het eerste liedje gaat over... Nou ja, we zitten hier dus eigenlijk een week eerder dan normaal. Op jouw verjaardag. Ja, dat klopt. Omdat het volgende week... Volgende week Koningsdag, dat leek me niet handig. Precies. Nee. Dus wij hebben een nummer geschreven over... Want wat is nou een beetje traditie op Koningsdag? De rommelmarkt. Ja. Dus wij hebben een nummer over de rommelmarkt. Dat is het eerste. En daarna hebben we een nummer over de zon eigenlijk. Lente. Het was net een liedje over zomer, we hebben een liedje over lente. Het is ook lente. Het is eigenlijk lente, ja. Ja, precies. Nou, ik ben benieuwd. Ga staan. Wim Baltussen, Tom Verstappen en Jens Bouwman. Ik ga, voordat zij beginnen, vast afsluiten. Dat doe ik altijd, zo makkelijk hebben we dat gehad. Bedankt voor jullie komst allemaal. Heel prettig weekend. Veel plezier volgende week op Koningsdag. En we zien elkaar eind mei voor de volgende gelegenheid. Ja, een extra applausje voor Herman vanwege zijn verjaardag dat hij dus hier is gekomen. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En cadeautje. Dankjewel. Jongens, ga je gang. Jens. Tom. Ik weet je nog vorig jaar... De rommelmarkt? De rommelmarkt, ja zeker. Jou hoor, ja. Ja, dat was fijn, zo hé. Wat we daar die mok. Die mok, ik kan me nog herinneren, ja. Dat was zo'n mooie mok, met govi. Met govi. Okergele. En als je dan heet water erin deed, dat het dan een kat werd. Ja. Dat was echt, dat was een koopje. Twee euro, hè. En dat plaid wat jij had gekocht. Met Schotse ruit. Zo. Die was leuk. Maar waar vonden we nou dat plaid met die Schotse ruit? Op de rommelmarkt, op de rommelmarkt, op de rommelmarkt, ja daar vinden we het allemaal. Hartstikke idee. Hoppelepop, yes in de fles. Maar ik zie hier heel veel mensen in de zaal, buiten, zaal, die ook naar de rommelmarkt gaan elk jaar. We hebben een reporter ter plaatse, Willem Baltussen. Een fase. Ja.
Fase en panties. Panties worden teruggetrokken. Ja, doe je ding. Panties en fase. Vraag Nico anders. Nico. Ja. Ja. God. Wat zou Nico op de rommelmarkt kopen? Schotse ruitdekens. Ze zijn populair. Oude bierglazen. Waar haalt Nico dan al die oude bierglazen van hem? Op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt. Ja, daar vinden we het allemaal. Hartstikke. We hebben gezocht, maar niet gevonden. Alleen maar Schotse ruiten. Heel veel Schotse ruiten. Echt ongelooflijk. Het volgende nummer heet Lente voor iedereen. Allemaal verschillen. Zo, dat ging heel vals. Ik doe er van nu. Dat we allemaal verschillen. Dat we allemaal gemeen. Treur niet, wees bijzonder. Er is lente voor iedereen. Daag het leven uit. Niets is een probleem. Kleur je uit het donker, er is lente voor iedereen. Er is lente voor iedereen, lente voor iedereen, lente voor iedereen. Dus ook voor jou en mij. Straten zijn betegeld met geluk in alle talen. Liefde wordt bezegeld. Lente brengt ons samen en de hemel is gevuld met sfeer in alle smaken. En de wereld waant zich gul. Lente brengt ons samen. Er is lente voor iedereen. Lente voor iedereen. Lente voor iedereen. Dus ook voor jou en mij. Jij en ik. Lente voor iedereen. Ik en jij. Ruggerecht, voor iedereen. Zij aan zij, lente hoofd voor omhoog, iedereen. De lucht gegroet. Hoort u dat? Het leven lente roept. Lente voor iedereen, lente voor iedereen. Lente voor iedereen, vrienden. Zo ook voor jou en mij. Reken met z'n allen. Lente voor iedereen, lente voor iedereen. Lente voor iedereen, zo voor jou en mij. Beste Nieuwscafé, ging een beetje vals, we hadden de akkoorden verkeerd om. Maar goed, dat krijg je als je nummers zo snel gaat omschrijven. Maakt niet uit, het is menselijk, Tom. Kan gebeuren, imperfectionistisch. Geniet nog van een mooie weer, nog dit weekend in ieder geval. En ook als het 14 graden is. Dat is ook mooi weer, maar dan op een andere manier, denk ik. Maar onthoud goed, allemaal. Vrienden en vriendinnen, geliefden om ons heen. Dat we allemaal verschillen, hebben we allemaal gemeen. Dank jullie wel.